Ik ben Axel en dit is jouw dagelijkse Blogs Update. En het jaar is nog maar net begonnen. En toch lijkt het al een van de meest interessante en meest bizarre Blogs Updates van het jaar te gaan worden. Uh, waarom de situatie die zich vannacht heeft voorgedaan. Wat er precies is gebeurd, ga ik met je doorheen lopen. Ook wat de effecten daarvoor zijn geweest op de koers van Bitcoin. En wat we daar nu verder van kunnen gaan verwachten. En dit heeft alles te maken met de bizarre situatie die door de SEC zelf is gecreëerd vannacht. Ja, dat heeft natuurlijk de absolute focus voor vandaag en voor de rest gewoon de laatste nieuwtjes uit de crypto en de economie die we gaan bespreken. En oh ja, zeker nu, belangrijker dan ooit, wil je iedere dag op de hoogte blijven van het laatste nieuws, subscribe jezelf dan. Op bijvoorbeeld ons YouTube kanaal, maar ook op ons Spotify kanaal vind je iedere dag een spiksplinter die op update terug. Oké, okay, laten we even gaan beginnen bij het begin, want vannacht heeft zich echt een absoluut bizarre situatie voorgedaan. Die door de SEC zelf is gecreëerd. En als je gaat kijken naar de gemiddelde Goedkope Nederlandse Soapserie. Dan zou een scenario schrijver daarvan dit misschien kunnen verzinnen, maar het is gewoon echt de realiteit wat er allemaal is gebeurd. Even leek het er namelijk op uh, dat het woord eruit was, dat de SEC een Bitcoin Spot ETF in de VS had goedgekeurd. Waarom? Om streeks 11 over 10 gisteravond werd er een tweet gedeeld. Daarin stond dus op X natuurlijk dat de Bitcoin ETF was goedgekeurd. Uh, het bijzondere was: die tweet werd gedeeld gewoon door een geverifieerd en officieel account van de SEC. Inmiddels is die tweet weer verwijderd. Maar wat daarin terug te lezen was, was het volgende: Vandaag verleed de SEC goedkeuring voor Bitcoin ETF's, voor noteringen op alle geregistreerde nationale effectenbeurzen. De goed Bitcoin-ETF's zullen onderworpen zijn aan voortdurende toezicht- en nalevingsmaatregelen om beleggersbescherming te garanderen. En dat waren dus de letterlijke woorden van de SEC in die tweet. Je ziet het hier ook achter me. Nou, dat was al opvallend. Dat het dus op X werd gedeeld. Maar het was nogmaals dus wel afkomstig van het officiële kanaal. En dat zorgt er dan ook voor uh, dat de meeste partijen in de markt er wel van uitgaan dat het gewoon in orde is. Maar er was al meteen een klein beetje sceptisch te zien. Want zo zei bijvoorbeeld James Seffert, de ETF-analist bij Bloomberg, die daar de afgelopen periode constant bovenop heeft gezeten. Ik had niet verwacht dat ze het de nieuws op deze manier naar buiten zouden brengen. Maar dit is inderdaad een officieel verslag. En ook zover hij wist, was het dus allemaal in orde. Nou, zorgde natuurlijk direct voor euforie op de markt. Dus dan zag je op verschillende grote nieuwswebsites dergelijke berichten verschijnen, waarin dus groot werd aangekondigd dat een Bitcoin Spot ETF definitief was goedgekeurd. Ook bij Blocks nieuws. Nou, nogmaals, het was afkomstig van een officieel geverifieerd account van de SEC, dus ook wij hebben dat gedeeld. Maar enkele minuten daarna moest dat dus alweer worden teruggetrokken, want het absoluut onmogelijke blijkt dus toch te zijn gebeurd tweet werd na nou een minuut of vier verwijderd van het officiële account en daarna kwam dus Gary Gensler zelf via zijn persoonlijke account met deze tweet naar buiten. En daarin zei hij dat het account van de SEC, het ex-account van de SEC, was gecompromised, oftewel gehackt, dat het bericht dus is geplaatst door een andere derde, niet geverifieerde partij en dus niet de toezichthouder zelf. Dat het eerste en tweede van de Bitcoin Spot ETF dus ook niet is goedgekeurd door de SEC. Tot zover in ieder geval. Nou, dat liet Gary dus op zijn eigen account weten. Nou, um, dit is zoals ik al zei het absolute ondenkbare. Je verwacht niet dat zoiets kan. Dat op het moment supreme op het officiële account er een aankondiging naar buiten komt. Die dan minuten later weer wordt ingetrokken. En dit gebeurt dan dus allemaal bij de financiële toezichthouder. Die de afgelopen. 11 jaar de Bitcoin spot ETF aanvraag heeft tegengehouden vanwege marktmanipulatie. Nou, dit is natuurlijk iets dat er uh, ernstig op lijkt, zullen we maar zeggen. Grote vraag is dan ook, hoe in hemelsnaam heeft dit kunnen gebeuren? Nou, we zien in ieder geval dat Elon Musk en Axe zelf daar ook onderzoek naar hebben gedaan. Die hebben namelijk bevestigd in dit bericht, in deze tweet, dat dat account van de SEC-government... ...inderdaad was gehackt of gecompromised. En dat ze daar een voorlopig onderzoek naar hebben gedaan. Dat hebben ze ook afgerond. Daarin laat X weten dat er geen sprake is geweest van inbreuk bij een van de systemen van X. Dus er is niet daadwerkelijk ingebroken of er heeft geen grote hack plaatsgevonden of wat dan ook. Maar eh, het is dus wel duidelijk geworden dat er inderdaad een derde partij heeft ingebroken. Dat is gebeurd... Door middel van een telefoonnummer, dat daadwerkelijk was gekoppeld aan het account van de SEC. En daar is dus op de een of andere manier een derde partij bij weten te komen. Nou, wat er dan nog extra uh, saliant detail in het hele verhaal is, is dat uh, X heeft laten weten in ditzelfde onderzoek dat het account van de SEC geen gebruik maakte van de 2 fa oftewel de twee factor authenticatie. Dat is een van de meest gangbare manieren om een dergelijke situatie dus tegen te gaan. Nou, die hele uh, standaard en belangrijke beveiligingslaag was dus niet geactiveerd door de SEC. En dat lijkt een van de mogelijkheden te zijn geweest waardoor het überhaupt plaats heeft kunnen vinden. Dat er dus door een derde partij deze tweet uh, is uh, geplaatst. Goed, uh, als we dan ook even deze welbekende tweet van de SEC erbij gaan pakken, maakt dat het alleen nog maar uh, meer bijzonder. Waarin zij dus in oktober nog lieten weten via datzelfde account dat je maar zeker, zeker op moest passen met wat je allemaal leest op het internet. Dat eigenlijk de enige en de beste source of information, dus bron van informatie, de SEC is. Maar zelfs dat blijkt vandaag de dag dus niet meer volledig betrouwbaar te zijn. Nou, um, het klinkt dus echt het hele verhaal als een onmogelijke grap. Maar het is gewoon een keiharde realiteit. Dit is precies wat er vannacht allemaal is gebeurd. Nou, er gaan ook al een heleboel geluiden op uit de sector, maar ook ver naar buiten, die zeggen van ja, op deze manier maakte de SEC zichzelf dus schuldig aan ernstige marktmanipulatie. Zeker als dus de basisbeveiliging, zoals een 2FW, gewoon niet op orde is geweest, wat gewoon op zijn minst wel had gemoeten. Nou, euh, dan zijn er nog wat andere omstandigheden die we daar even bij kunnen gaan betrekken, want normaliter gaat de aankondiging van deze orde... Via het interne Edgar-systeem, de Edgar-database van de SEC. Nou, euh, dan verwacht je dus ook dat het daarin naar buiten is gekomen. Dat is niet gebeurd, maar omdat het wel via een ander officieel kanaal van de SEC naar buiten werd gebracht, werd dit dus toch door de markt opgepikt als een legitiem bericht. Nou, kan dus inderdaad zijn dat er door een derde partij is ingebroken. Iets waar ook nog sprake van lijkt te zijn. Met name dan geluiden vanuit de markt zelf, geruchten dus. Dat er bijvoorbeeld al een bericht klaar stond dat vandaag, op de definitieve dag voor deze deadline, naar buiten had moeten worden gebracht. Maar dat een een of andere stagiair of wat dan ook dit per ongeluk eerder heeft gepost. Nou ja, het zou kunnen. Eh, lijkt op dit moment dus niet helemaal aan de orde te zijn. Maar ook daar wordt nog over gesproken. Dergelijke bizarre situatie gecreëerd is dus door de SEC zelf. Wat doet dat dan met de koers van Bitcoin? Daar gaan we alvast even heel kort naar kijken. Dit zijn de minuutkendels van gisteravond. Nou, dan zie je hier in de periode aan de aanloop naar de gebeurtenis toe gewoon een normale koersbeweging. En hier zie je dus precies wanneer dat allemaal plaatsvond. Ook daarna, overigens, zie je dus weer een normale, dat is al een vrij volatiele koersbeweging. Dus dit is echt een hele extreme piek die zich in die periode heeft voorgedaan. Ja, dan kun je ook op de minuut af gaan zien wat wanneer heeft plaatsgevonden. Want hier zie je dus om 22 uur 11 dat dat bericht naar buiten komt. Dan weten we in een minuut 1,41% te plussen voor Bitcoin. Dat betekent dat we dus van 46.730 dollar naar 47.401 dollar stijgen. Drie minuten daarop volgend blijven constant groen laten zien. En dan valt het kwartje in de markt. Dan komt het bericht naar buiten dat het dus niet in orde was. Dan zie je ook direct een 1-minuut-candle dat er zo'n 2,5% wordt ingeleverd. Zijn we direct weer terug op het startpunt. Het plaatsen van de initiële tweet. En daarna zie je dus de afbouwende beweging. Want dan is er grote onduidelijkheid. Misschien wel paniek en misschien wat grote geplaatste hefboomorders die hier en daar worden geliquideerd in de markt. Dat zorgt dus voor die volatiliteit. Die klapt naar beneden toe. En dan lijkt dat weer wat te gaan stabiliseren. Maar toch als we wat verder gaan uitzoomen en naar de periode daarna gaan kijken, ja, zie je dat er wel weer wat meer stabiliteit is. Maar dat al met al de koers wel wat verder aan het afbuigen is naar beneden toe. Nou, met name om de situatie die we hier zien, die grote piekbeweging, dus dat er toch wel wat partijen zijn die de SEC het kwalijk nemen uh, en die dit toch wel echt een vorm van marktmanipulatie noemen. Maar dit is dus wat er vannacht is gebeurd: SEC laat via een officieel kanaal weten dat het is goedgekeurd. De Bitcoin-spot-ETF, enkele minuten later, laat de voorzitter van de SEC via zijn eigen kanaal weten dat dat niet zo is. En dat voorgenoemde account was gehackt, en dat bericht is geplaatst door een niet geautoriseerd iemand of partij. En vervolgens zit de markt weer in onzekerheid. Dezelfde onzekerheid waar dat we op dit moment nog steeds in verkeren, want er is dus nog geen definitieve uitslag gegeven door de SEC. En die moet vandaag wel gaan komen. Dus de komende uren gaan we die hoe dan ook krijgen. Welke kant dat op gaat vallen, is nu dus totaal onduidelijk. Hoe bizar de situatie ook is, het geeft ons misschien wel een klein inkijkje in tot in hoeverre de goedkeuring of afkeuring van een Bitcoin spot ETF reeds is ingeprijsd in de Bitcoin prijs. Dus is dat al gebeurd? Laten we even eerst gaan kijken naar de situatie in de afgelopen anderhalve week. Want sinds 1 januari dit jaar, nee, vandaag eh, 10 januari dus dat is nog niet zo lang geleden, is de koers van Bitcoin allemaal 12% gestegen. Nou, de meeste andere cryptos die laten niet zodanig goede cijfers zien. Ziet dat de markt gefocust is op Bitcoin en dat dus ook de hele situatie rondom de Bitcoin Spot ETF voor een groot gedeelte verantwoordelijk lijkt te zijn voor alleen al die 12% groei de afgelopen 10 dagen. Nou, dat zou een indicatie kunnen zijn dat we uh, op dit moment al een groot gedeelte van die Bitcoin Spot ETF ingeprijs zien in de Bitcoin koers. Want die 12% is nogmaals sinds dit jaar, maar we hebben natuurlijk ook de afgelopen periode. Enorme plussen genoteerd zien worden voor Bitcoin, dat ook constant voor een groot gedeelte werd toegeschreven aan dezezelfde ontwikkeling. Nou, in dat opzicht, ja, is er dus wel al een hoop ingeprijsd. Nou, um, dat zie je overigens niet alleen bij Bitcoin of crypto, dat geldt voor allerlei soorten zaken, obligaties, aandelen, grondstoffen, noem het maar op. Daarin zie je dit soort zaken vaak gebeuren. Uh, dus daarom is dit niet iets dat hier alleen maar aan voorbehouden is en kunnen we dus gaan kijken naar algemene bewegingen in de hele breedte van de financiële markten en dan zien we ook ja ingeprijsd lijkt het dus wel voor een deel te zijn maar dat betekent zeker niet dat de koers niet nog verder omhoog kan want uh, in dit geval bij de goedkeuring dus van een dergelijk financieel product als een spot ETF betekent dat ook dat er vele miljarden mogelijk dus de markt kunnen gaan invloeden de komende periode dat lijkt dus een bijna garantie voor een prijsopdrijvend effect over het algemeen bezien. En ja, dan zien we dat ook precies op die verwachting dus de markt flink aan het anticiperen was. Want die koersontwikkeling in die minuten rondom die tweet zie je toch al hard gaan. Het moment dat het naar buiten komt, komen er meteen enkele procenten bij. En dan hebben we het over slechts minuten aan ontwikkeling. Dus ja, er lijkt toch zeker wel ruimte. Daarnaast zag je ook direct bij het terugtrekken van het bericht wat natuurlijk voor extra onzekerheid zorgt, maar dat ook een afkeur, weer een daling van enkele procenten in diezelfde korte tijd kan gaan veroorzaken. Uh, dus ja, het lijkt voor een groot gedeelte ingeprijsd te zijn, maar je ziet dus ook dat er daarna nog meer dan genoeg ruimte is voor korte termijn volatiliteit. Die gaat er dus sowieso ook komen hebben we al gezien. En voor de lange termijn lijkt het met name ook een uh, belangrijk signaal te kunnen zijn. Goed, hoe dan ook, de partijen zelf die zijn nog steeds zo vol optimisme. Want dit was wel gisteren al voordat dit allemaal gebeurde. Maar toen liet de CEO van, van Eck weten in een interview met CNBC dat wat hem betreft de handel in zijn spot ETF donderdagochtend gewoon van start kan gaan. Hij lijkt dus overtuigd te zijn van een goede afloop. En niet alleen de CEO van Eck die zegt ja we gaan donderdag gewoon starten met de handel. Ook Steven McClure, dat is de CIO. Van Valkyrie Investment die heeft diezelfde verwachting uitgesproken. Zegt wij verwachten vandaag, deze woensdag, dus aan het einde van de handelsdag, een goedkeuring vanuit de SEC. En dat zou ook voor ons betekenen dat we donderdagochtend gewoon kunnen gaan starten met de handel. Ja, en ook voor hem zou dat goed nieuws betekenen, want zijn inschattingen zijn dat bij een goedkeuring van die spot-ETF er via Valkyrie zelf zo'n 200 tot 400 miljoen dollar. En investeringen de markt in kan gaan vloeien. Nou, al met al kan die investering gaan oplopen tot de 4 tot 5 miljard dollar aan waarde laten ze weten. Nou, um, eerste badge van ETF's, daar gaat het in dit geval dus om, maar deze partijen ook onderdeel van uitmaken. Een stuk of 10 zullen dat zijn die dan mogelijk dus goedgekeurd gaan worden. Die hele badge bij elkaar kan dus gaan zorgen voor die aantal miljarden aan waarde die de markt op termijn gaat invloeien. Um, maar uh, ze laten ook wel weten, aan de achterkant moet er wel een hoop gebeuren. Dus het is geen zekerheid dat al die partijen zo snel al aan de slag kunnen en de handel kunnen gaan uh, starten. Maar deze twee hebben zich daar dus wel actief over uitgesproken. Het andere opvallends dat die CIO van Valkyrie laat weten, is dat hij verwacht dat de retailbeleggers als eerste zullen gaan happen en als eerste zullen gaan inspringen op dat product. En dat daarna pas de grote institutionele investeerders gaan volgen. Dus dat er een soort vertraging in kan zitten. Dat komt volgens hem omdat heel veel adviseurs, financiële adviseurs met name, dus liever eerst even afwachten hoe de markt überhaupt op een dergelijk product reageert. Voordat ze dit zelf aan hun klanten gaan aanbevelen en daar gaan instappen. Maar de partij zelf onverminderd positief dus nog steeds. Dat de hele situatie rondom de IDF-aanvragen de aandacht trekt van de hele wereld, dat wisten we al, maar dat blijkt nu ook uit de zoekdata van Google. Dan gaan we ons even beperken tot ons eigen Nederland. En dan zie je dat Bitcoin, dit zijn de data van afgelopen maandag, die zal dus definitief zijn, de derde uh, zoekterm was. Wat betreft dus de meest gezochte zoektermen op Google in heel Nederland over die hele dag. Nummer drie vonden wij daar dus Bitcoin terug. Ja, dat het dus een groot moment was, wisten we al, maar dat lijkt het dus ook steeds meer van buitenaf de sector te worden gezien dit soort zoekvolumes. Nou, op de tweede plek vinden we dan uh, Aquasi, de eerste plek, plek Frans Beckenbauer. Dus dat heeft alles te maken met zijn overlijden, natuurlijk. Van Frans, nou, dat zijn dan dus de partijen waar dat je tussen staat met een zoekterm als Bitcoin op een willekeurige maandag. En ergens anders waarin we die enorm toegenomen interesse ook kunnen zien... ...behalve dus deze zoekresultaten op Google, is de FPO Greed Index. Die gisteren ook uitkwam op Extreme Greed, 76 maar liefst. Vandaag er iets teruggezakt naar 73, zitten we nog steeds ruim in het greed bereik. Maar die Extreme Greed, ja, dat is wel weer echt van de volgende orde. De laatste keer dat we een zodanig hoge waarde dus voor de Fear and Greed Index hebben gezien... Als november 2021 alweer. Nou, nu zijn we dus weer op diezelfde interessepunten terechtgekomen. Te Want voor deze index wordt het sentiment uit de markt meegenomen. De prijs, het volume wordt meegenomen, maar ook het sentiment op verschillende social media kanalen. Uh, wat vinden mensen er op dit moment van? Wat hangt er voor sfeer omheen? Bijvoorbeeld ook dus die zoekresultaten van Google, dat allemaal gevat in dat ene cijfer van 76. Laat dus zien dat het echt weer gigantisch top of mind is bij mensen. Gaan we door naar de koersen. Koersen op tradingview.com. Of we gaan het eigenlijk voortzetten. Want we hebben net natuurlijk ook al gekeken naar de dollarwaarde van Bitcoin. De data van Bitstamp. Maar toen naar de minuutkendels. Dus echt op de hele korte termijn de bewegingen. Die waren gigantisch. Alles te maken met wat we zojuist besproken hebben. Laten we er nu nog even in gaan duiken, maar dan op het iets grotere plaatje, om te beginnen op het dagniveau. Wat hebben we dan tot nu toe we weten klaar te spelen met de waarde van Bitcoin? Een min. De min noteert 2,12 En daarmee lijkt dus de domper nadat het bericht naar buiten is gekomen de overhand te krijgen. En zakken we echt wat verder terug. Als we dan gaan kijken naar een huidige waarde voor Bitcoin, is dat 45.102 dollar. Dus we zitten nog boven de 45k op dit moment. Ook al hebben we met een dieptepunt van 44.304 vandaag nog daar dus ook alweer stevig onder gehandeld. Support lijkt dus niet meer helemaal vanzelfsprekend, want dat gisteren wel nog zo'n beetje was. En toen was het dieptepunt namelijk 44.903 dollar. Dat was natuurlijk ook uh, waar alle gekte die beweging omheen plaatsvond. Dus dat was überhaupt een bewegelijke dag. Hoogtepunt was namelijk bijna 48.000 dollar. Nou, dat was het gevolg, dus van de positiviteit, de initiële positiviteit. Nou, bewegelijke dag, maar uiteindelijk closen we die dus ook met een min van 1,85%. Niet heel gek, want de close vindt natuurlijk plaats kort nadat dit allemaal gebeurde, aangezien dat al in de avond gebeurde. Maar vandaag zetten we die trend tot zover dus voort. De 45k lijn voor nu nog wel intact, maar hebben we dus wel al eventjes ondergehandeld. Je ziet dat we hier een teruggezakt en dat we op dit moment in de huidige kendel. We proberen zijn er bovenuit te komen. Ja, we hebben al wat hoger gezeten hier op de 45.000, bijna 400 dollar. Nou, daar zijn we dus ook al weer wat van aan het terugkomen. Dus het lijkt lastig voor de koers om de klap die we hier hebben gekregen op deze korte termijn in ieder geval weer te boven te komen. Vandaag gaan we hoe dan ook dus een uitslag krijgen vanuit de SEC, een goedkeuring of een afkeuring. Nog steeds beide kanten op de markt lijkt, nog steeds met name uh, iets te zien in een goedkeuring door de SEC. Dat zou natuurlijk weer de initiële spike die we hier omhoog hebben gezien, opnieuw kunnen gaan veroorzaken. De positiviteit, de duw omhoog. Wat er daarna gaat gebeuren, na die initiële reactie, uh, dat wordt nog heel spannend, want daarover zijn de meningen in de markt dus wel verdeeld. Mogelijk dat we daarin gaan zien in de eerste instantie nog een terugval. Een test bijvoorbeeld op lagere niveaus. Um, aangezien een groot gedeelte dus ook al is ingeprijsd. Dan kan dat misschien iets weer met de markt gaan doen. Uh, aan de andere kant kan een doorzettende positiviteit, met name natuurlijk als er snel genoeg grote partijen, grote zakken geld komen brengen in de markt, ook nog een optie zijn. Voor nu moeten we het dus doen met een min van een hele dikke 2%. Later vandaag gaat er hoe dan ook weer veel mee gebeuren. Houd nogmaals onze overige kanalen in de gaten om daar constant van up-to-date te blijven. En morgen ben ik er natuurlijk ook weer voor je. Dat zijn de meest recente nieuwtjes en updates. En vandaag verwachten we dus een uiteindelijke definitieve uitspraak vanuit de SEC over de Bitcoin Spot ETF aanvragen. Morgen hoor je daar natuurlijk in jouw blogs update de laatste stand van zaken over. En voor de rest houdt ook absoluut. De overige nieuwskanalen van blogs in de gaten, zoals bijvoorbeeld de nieuwswebsite, maar ook de vele social media kanalen, om daar direct op de hoogte te blijven van wat er zich allemaal afspeelt de komende uren. Morgen ben ik er dus ook gewoon weer voor je met ook weer een van de belangrijkste blogs updates, misschien nu al voor het hele jaar 2024. Ik hoop dus dat je er weer bij bent om jezelf ervan te verzekeren. Subscribe op het YouTube-kanaal en het Spotify-kanaal, dan ben je altijd op de hoogte. Goed je vandaag weer gezien te hebben. Prachtige avond gewenst. Uh, houd de boel in de gaten. En dan sowieso tot morgen weer. Doeg!